Dit programma wordt u aangeboden door Jora, oliehandel en tankstations. Voor gesmeerd en vertrouwd zaken doen. Plus Manjen, Rukven. Plus geeft meer, veel meer. Solex Verhuur Haldenbergen, de leukste outdooractiviteit van West-Brabant. Van den Maagdenberg, voor al uw binnen- en buitenzonweringen. En Rolluiken, betaalbare zonwering begint bij Van den Maagdenberg. Kempenhaas Recycling, Rogelli Sportswear. Perfection for Action. En het Veerhuis Party, Congres, Sport en Evenementencentrum. In de keuken met het gezelligste culinaire muziekprogramma van Brabant. Met de lekkerste gerechten, de leukste gasten en de beste muziek. Welkom alweer in de tweede uitzending van het gezelligste culinaire muziekprogramma van Brabant. In de keuken met idkm.nl. Wil je het allemaal even nalezen van het voorgerecht wat we vorige week hebben gemaakt? We hebben vandaag als gasten, oud en vertrouwd, onze John de Bever was zelfs de chef. Hem om advies vraagt om het koken. Zwaar gebeurd, hè? Dan hebben we natuurlijk onze prominent vandaag. En dat is Cor Bloks uit Breda. En we hebben natuurlijk ook Tina Verbeek, onze hoofdgast van vandaag. Heel erg belangrijk is onze gastheer en tevens chefkok. Dat is Remco van de Heuvel van Kookstudio. Remco van de Heuvel in Oud-Gastel. Remco, wat gaan we maken? Nou, welkom allemaal. Hè. Leuk dat jullie er weer zijn. Oude vertrouwen gezichtjes hebben we erbij staan. Vandaag gaan we maken een varkenshaasje oud meneertje. En dat is eigenlijk een ludieke naam. Het is een ouderwets recept. We gaan een varkenshaasje aanbakken, lichtjes trangeren. En we gaan hem opleggen met ham en ossentong. Trangeren? We gaan er mooie plakjes van snijden. Ietsjes dikker, medaillonnetjes van maken. Die gaan we uiteindelijk opleggen met ham en ossentong. Daar gaat een bechamelsaus overheen en een rode wijnsaus. Een beetje grafse kaas en dan gaat het 20 minuutjes in de oven. Een magnifiek gerechtje. Wat mij betreft kunnen we er gelijk aan beginnen. We gaan zo de werkzaamheden verdelen alvorens we gaan beginnen. Zou ik zeggen, laten we eerst de handjes wassen. Want dan kunnen we er lekker schoon en hygiënisch mee werken. En dan gaan we er tegenaan voor deze dag. Jongens, even met nagelborstjes eroverheen en schorten aan, denk ik. En de schortjes aan, ze liggen klaar. En schorten aan. Ja. En de handjes gewassen, daar gaan we er flink tegenaan, denk ik. Hè? Tina, ik kom eerst even bij jou om even uit te leggen wat de bedoeling is. Hè? Jouw varkenshaasjes liggen hier. Het is de bedoeling dat je eventjes de viesjes en vetjes eraf probeert te snijden. Okay. Als ze nou schoon zijn, mag je ze lekker royaal beschooien met peper en zout. Als het kan, altijd lekker uit de molen. Ik bedoel, er zijn net wat grovere korreltjes, is beter voor de smaak. Als we uiteindelijk de peper en zout erop hebben gedaan, mag jij op het fornuis de varkenshaasjes lichtjes aanbakken. Ze hoeven alleen maar een kleurtje te krijgen. Ze hoeven niet gaar te worden, want straks gaat het gerecht namelijk in de oven. Dus eventjes licht aanbakken, een mooi kleurtje. Cor, de ham en de ossentong voor strakjes voor tussen de varkenshaas. Hij ligt hier nog in de verpakking, dan mag je hem uithalen. Je mag je afval mag je op de hoek van je werk mag ik afzetten. Ja. Het is de bedoeling dat je de ham in vier stukjes verdeelt en de ossentong eventjes uitpakt en de plakjes mooi bij elkaar legt. Prima. De bieslook hebben we strakjes nodig om mee te garneren. Die mag jij reuze fijn snijden. Achter op de werkbank heb ik wat bakjes gezet. Daar mag je de gesneden grondstoffen bewaren. Dan mag je het uiteindelijk hier allemaal op de hoek van de werkbank en uiteindelijk komen alle producten bij elkaar. Dan onze chef. Kijk, de muts opgezet. Ja. Het wordt hoe langer hoe gekker in de keuken bij ons. John, jij ging de bechamelsaus maken, hè? Ja. Had je al vaker gedaan, toch, zei je? Nog nooit. Oh, dan heb ik het helemaal verkeerd verstaan. Nee, maar dat heb ik. Oké, maar de bedoeling is, een bechamelsaus is een saus om te gratineren. Dus dan moet een korstje komt over de komen. Komt over de varkenshaas. Komt over het varkenshaas heen, in combinatie met een rode wijnsaus. Het is de bedoeling dat je de boter en de bloem afweegt volgens het recept wat je straks uitgereikt hebt gekregen. Ja. Dan laat je de boter smelten, dan voeg je de bloem aan toe. Ja. Met een garde roei je het goed om elkaar. Het zal wel steviger worden. Hè? We noemen dit overigens een roe. Met een roe kunnen we soepen en sausen binden. Als de roe klaar is, dus de boter en bloem bij elkaar, dan moet de bloem een beetje gaar gemaakt worden. Als bloem gaar gemaakt wordt, kan het vocht opnemen. Het zijn gluten die uiteindelijk een beetje open gaan staan. En daardoor kan de melk die we toevoegen gebonden worden. Dus we krijgen uiteindelijk een gebonden dikke saus. Als we dat allemaal gedaan hebben, moet het nog wel lekker op smaak gebracht worden met een beetje peper en zout en een klein beetje nootmuskaat. Doe ik. Dat komt helemaal goed, hoor. Komt goed. Als iedereen weet wat ze moeten doen, want Remco is daar natuurlijk ook al aan het uitleggen. Heb jij het goed begrepen? De vliesjes eraf snijden, Tina? Ja. Afmeten. Tina van Beek, toch nog niet zo lang het vak? Jaartje of twee, 2,5? Zit je de tijd vliegt. De tijd vliegt. Maar toch ook al wel een album opgenomen, een heel album. Een heel album en er volgt er nog één. We gaan aankomend jaar gaan we beginnen aan een nieuw album. En vertel, wat wordt dat voor een soort album? Want ik heb ooit wel eens horen vallen dat je ook graag Engelstalig zingt.
Ja, ook wel Engelstalig. Ja, dat blijf, tijdens mijn optredens blijf ik dat natuurlijk wel doen. Maar, wel een tussentijd doorgaan met je vrienden snijden. Oké. Maar dit wordt gewoon Nederlandstalig, maar toch wel een beetje feest. Dat wil zo dolgraag zo meteen aan die varkenshuis kunnen snorren natuurlijk. Komt ook een nieuwe single uit, heb ik begrepen? Ja, 23 november. En dat is weer wel feest. En ik hoop dat je tot na de carnaval mee kan. Dus we feesten nog maar even door. Ik moet ook wel zeggen, je zong eerst eventjes ballades. Bijvoorbeeld van Mijn Beste Vriendin en dat soort liedjes. Maar de laatste singles die je uit hebt gebracht waren toch feest, mag ik dat zo zeggen? Ja, gewoon gigantisch feest. De polonaises die stromen maar door. En dan gaan we nu nog heel even volhouden. En met de nieuwe album gaan we toch weer, ja, wel een beetje feest, maar wel iets serieuzer. Dus lekker dansbaar. Koch Hans, hoe lang maak jij al aan die televisie? Dat is een jaartje of 14, 15. Wat met een geintje begonnen is. Zo'n 14, 15 jaar geleden was er een kabelkrant in het Breda's. Nou, jij kent het, was TV Gazet. Die hadden geen tv-programma's, alleen maar kabelkrant. En die vroegen naar mij, god, zou je niet eens een keer een paar programma's willen presenteren? Nou, en uiteindelijk hebben we daar een formatje voor gemaakt, hè, hoe dat het eruit moest gaan zien. Ja, en van die 6 programma's, Hans, zijn het nu inmiddels meer dan 1000, denk ik. We gaan er zo meteen nog veel meer over horen. Intussen maken wij de gerechten klaar. Alles onder controle, chef. Ga goed, ik ga even bij John kijken. Als hier alles onder controle is en iedereen aan het werk, gaan wij gelijk kijken naar de eerste clip in ons culinaire muziekprogramma. Welkom terug in de keuken bij het gezelligste culinaire muziekprogramma van Brabant. Remco, wat zijn we nu van plan? Nou, we gaan het afwerken, Hans. We zijn zover klaar. John, jouw pan met de bechamelsaus, die mag deze kant op komen. De varkenshaasjes van Tina komen ook al. En dan gaan we ze afwerken. Ik bedoel, ze mogen uit de pan gehaald worden. Eén voor één, doe maar. Mag je ze mooi schuin wegsnijden, ongeveer in 4 stukjes. Ja. Tina, je hebt nog niet veel varkenshaas gesneden. Ja, als ik ze snij, snij ik ze recht. Komt er wel heerlijk uit te zien, hè? En ik ben ook niet echt links. Kijk, ik snij altijd gewoon, pak ik mijn vork zo. En dan snij ik gewoon eigenlijk zo heel makkelijk. Nou, is toch helemaal dus geen probleem. Dus we gaan het nou laten gewoon een beetje anders doen. Is het nog erg warm? Laten we Cor gewoon eventjes meehelpen met snijden.
Remco, als jij dan eventjes met Cor mee helpt met snijden, kan ik in tussentijd eventjes iets aan je vragen, Tina. Oké. Okay. Want je zingt relatief nog maar heel kort. Maar wat zijn nu je dromen nog? Want je hebt in korte tijd best wel veel succes. Mijn dromen. Dus ik pak een stukje vijgen. Ooit nog een keer met een heel groot orkest. Ja? Lijkt me toch wel iets heel geweldigs. Het is toch een heel ander gevoel, denk ik. Ja, en verder heb ik mijn dromen eigenlijk al verwezenlijkt. En wat zijn de redenen waarom dat je zo laat bent begonnen met zingen? Ja, weet je wat het is? Als je jong bent, dan heb je overal de tijd voor. En dan komt dat vriendje in beeld. En ja, dan is het vriendje het allerbelangrijkste. En dan is het kindjes. En dan zijn die weer het belangrijkste. En dan kom je op het moment dat ineens iedereen begint te zingen. Dan denk je, ja, nou durf ik niet meer. Inhaalrace. Koffie gaat hij goed, hè, met jou? Hij gaat perfect. Hij heeft het uitstekend uitgelegd. Dus ik moet zeggen, dat is een van de eerste keren dat ik in de keuken sta. Koch, nog even. Je hebt er straks al iets verteld over je tv-programma. Maar ik heb heel veel bekende namen langs zien komen in je tv-programma. Zoals onder andere Rob de Nijs. Ik noem maar op Dana Winner. Ik zag Wil Tura in je programma. Ik zag Yvonnier. Ja, heel leuk. In die aantal jaren heb je natuurlijk hele leuke contacten opgebouwd. Nou, het programma is natuurlijk in principe heel positief ingesteld. Ik bedoel, ik ga niet over gekke dingen praten met die mensen. Ik vind het juist leuk. Nou, daaruit voortvloeiend word je ook vaak uitgenodigd voor presentaties buiten de tv om. Ik heb bijvoorbeeld een paar weken geleden bij John's een gala. Ja, dat was geweldig. Daar heb ik mogen presenteren. Ja, en van daaruit leg je weer contacten, Hans. En dan is het eigenlijk één belletje en de mensen komen heel graag in je uitzending. Maar Yvonnier was toch onbereikbaar? Nou, ik moet zeggen dat hij heeft natuurlijk wat over zich heen gekregen. Maar het was inderdaad één belletje en ik was meer dan welkom met de cameraploeg. En dat wordt dat is uitgezonden nu, dus dat is heel erg leuk. En kijk, hij is naar het theater gegaan en daar heeft hij wat overdreven gereageerd op. Van, het was geweldig, het was... Ja, en blijkbaar mag dat in Nederland niet. We zijn staat van dienst, maken die uit. Cor, ik wens jou vast heel veel succes met je tv- en muziekprogramma, zo mogen we het doen. Woensdagavond en zondagmorgen. Oké, okay. Mensen, wij gaan weer kijken naar de laatste clip in ons programma. En daarna schieten we naar tafel, want die lekkere gerechten moeten we natuurlijk ook nog opeten. Ze moeten nog 20 minuutjes in de oven, Hans, en dan kunnen we wat mij betreft van tafel. Geen probleem, kijken wij intussen naar deze videoclip. S'avonds laat in die zomernacht zag ik je staan. Jouw gezicht in het licht van de sterren en de volle maan. Je keek opzij, je zag mij en herkende toen je oude vriend. Ik zei hey, ga je mee, want dit leven heb jij niet verdiend. Jij was eenzaam, alleen en verloren. Al die jaren stond jij in de kou. Beste vriend was weggegaan. Elke nacht lang gewaagd, leefde jaren in onzekerheid. In je hart zo verwaard, nu ben jij je vrouw en vrienden kwijt. Stone.
die speelden met jou. In ons culinaire muziekprogramma. We zitten inmiddels aan tafel en daar hebben we het heerlijke recht al voor ons neus staan. Ik moet wel even zeggen, Remco van der Heubel van de gelijknamige kookstudio hier in Oud-Gastel. Hoe hebben ze het gedaan, de gasten? Nou, het ziet er wederom voortreffelijk uit, Hans. We hebben er 20 minuutjes in de oven gehad. Het is, zoals je ziet, lekker gegratineerd. We hebben er wat kaas over gedaan, zoals je in de bereiding hebt kunnen zien. Maakt het dan niet zwaar? Ja, ja. We serveren er ook geen garnituren bij, hè, zoals je ziet. Geen aardappel, geen groente garnituren. Het is eigenlijk een onderdeeltje wat je mooi in een minuutje kunt doen. Het mooie van dit gerecht is dat je het helemaal voor kunt werken. Hè? We hebben het in de keuken mooi voorbereid. Je zou zoiets morgens mooi kunnen maken. En s'avonds als er visite komt, schuif je nog 20 minuutjes in de oven. En een geweldig lekker gerechtje, denk ik. Nou, weet ik wat ik dan wel heel erg benieuwd naar ben? Het is inmiddels een bekend gezicht geworden van Oud-Reukelingen en Boelen. Is onze wijnadviseur vinoloog. En dat is Michel. Michel, dan ben ik benieuwd wat jij voor ons hebt als verrassing. Welke wijn serveer jij bij dit gerecht? Ik heb een mooie wijn meegenomen uit de Verenigde Staten, van het huis Beringer. Dat zijn twee Duitse broers die in 1876 naar Californië, Napa Valley, zijn gegaan. Een 100% Cabernet Sauvignon. En hij komt uit Napa Valley, Californië. Waarom bij dit gerecht? Met name de kaas en de bechamel saus is natuurlijk erg vettig. En dit is een droge wijn. Dan kunnen we de saus wat ontvetten. Hou ons niet langer in spanning en verras ons met deze wijn. Wie krijgt de eer? Mag ik u laten proeven? Graag. Nou, ik ben zelf echt een rode wijndrinker, Hans. Ja. Ja, ik weet dat jij liever eigenlijk een wit wijntje drinkt. Onze wijnadviseur, die weet precies welke wijn bij dit gerecht past. Heerlijk, echt. Het is echt super. Dank u wel. Ja, heel lekker. John, terwijl wij ons wijntje ingeschonken krijgen van onze Michel, jouw album komt binnenkort uit. In april, dus dat is toch nog een halfjaartje. Nou, je bent er al mee bezig. Ja, dat wel. Ja. Hij is al bijna klaar. Er komt eerst nog een nieuwe single, 1 januari. Dankjewel. Dan ben ik uitgenodigd bij deze. En dan komen we zingen, Tina komt zingen, dacht ik. Doe weinig artiesten. Ik kan niet zingen, John, John. Heel weinig artiesten die in januari juist iets uitbrengen. Ja, maar 1 januari doe ik altijd als een nieuwjaarspaartje. Ja. En ja, dan is het altijd zo ontzettend druk. En dan verklaar ik me eens gek dat het niet zou gaan lopen. Maar dat doe ik al 8 jaar en dat is gewoon helemaal totaal uitverkocht. En dan komen er 30 artiesten bij en dat is gewoon super, super leuk. Wie gaat ze schrijven? Verschillende. Ali Bakker. Ik heb er zelf een paar. Emil Hartkamp. Ja, ik heb er verschillende. Misschien nog ooit een nummer uit. Ja, hij schrijft allemaal feestmuziek en ik zing een beetje. Maar die... Hans, wat... Je begint in de zomer wel eens feestplaten. Het feit dat hij een ontzettend trouw publiek heeft. Hè? John zingt natuurlijk al 30, 35 jaar. Ja. En er zijn mensen die natuurlijk er al die jaren zijn blijven volgen. En er zijn er weinig afgevallen, er zijn er denk ik alleen maar bijgekomen. Daarom is het concert ook al zo snel uitverkocht. Ik denk dat dat een van de redenen is. Waar denk ik, Tina? Ik denk dat je pas een echt concert, kijk even, groot, ja, denk ik, als je door de jaren heen een enorme aanhang hebt opgebouwd. Nou, er gaat ook geen mail van voorbij in het Brabantse of... Tina staat er tegenwoordig bij. Laten we hem eerst eventjes proeven en laten we daarna... John, je ziet het, hè? Bedankt voor de kamer, hier pak dit vast. Dankjewel. Proost. Waar het minste in zit. Nou, hartstikke top. Op jouw programma. Jongens, op programma, op de cd. Jij ook, op de nieuwe single die eraan gaat komen. Ja, komt helemaal goed. Deze is wel lekker. Het was weer hartstikke gezellig in ons culinaire muziekprogramma. Ik hoop dat u er net zoveel heeft genoten als wij. U kunt alle gerechten kunt u natuurlijk teruglezen. Goh, ook de wijn die we erbij geserveerd hebben kunt u teruglezen op onze website indekeukenmet.nl. Afgekocht kan het natuurlijk ook. Maar we gaan het nu eerst opeten, want Remco die plaatste een terechte opmerking. Warm is je natuurlijk het lekkerste. Ik dank tevens onze gasten. John de Bever, Remco van der Heuvel, Cor Bloks, Tina van Beek en natuurlijk onze wijnadviseur Michel. Tot volgende week met het nagerecht. Ben ik ook benieuwd naar. Wat gaan we maken volgende week? We gaan een aardbeien schuimtaart maken. Nou, aardbeien schuimtaart. Eet smakelijk. Succes ermee. Mmm, is lekker.
Dit programma werd u aangeboden door Jora, oliehandel en tankstations. Voor gesmeerd en vertrouwd zaken doen. Plus Manjen Rukven. Plus geeft meer. Veel meer. Solex Verhuur Haldenbergen. De leukste outdooractiviteit van West-Brabant. Van den Maagdenberg. Voor al uw binnen- en buitenzonweringen. En Rolluiken. Betaalbare zonwering begint bij Van den Maagdenberg. Kempenhaas Recycling. Rogelli Sportswear. Perfection for Action. En het Veerhuis Party, Congres, Sport en Evenementencentrum.